Hoi allemaal, leuk dat jullie kijken naar deze vlog. Ik ben Delay, ik ben 12 jaar oud. We gaan vandaag vloggen. En er waren nog meer activiteiten. Ik heb er ook nog 3 andere gedaan. Ik ben bij de scouting geweest. We hebben vuur gemaakt en brood op een stok. Stokbrood. En we hebben ook nog korfbald. We hebben nog meer andere dingen gedaan, zoals een speurtocht. En nu vandaag dus het vloggen. Hallo allemaal, ik ben Babette en ik ben 12 jaar oud. Gisteren heb ik nog Minecraft gedaan, dat vond ik best wel leuk. Maar vandaag ga ik vloggen. Hoi, ik ben Liam, ik ben 8 jaar. En we zijn bij Landvast in Amsterdam. En mijn broer is er ook. Hoi, ik ben Rowan, ik ben 11 jaar en vandaag gaan we allemaal challenges doen. Hoi, ik ben Anouk, ik ben 9 jaar oud. En ik ben in Amsterdam voor mijn zomerpaspoort. Dus ik neem jullie vandaag mee met de challenges. Nu gaan wij een challenge doen. Hij moet op mijn rug iets gaan tekenen en moet ik het op de muur natekenen. We gaan nu beginnen. Wat lijkt het erop? Niet echt. Nee? En als je hem er nu afhaalt en aan je broer laat zien? Het is een hele mooie tekening geworden, maar je broer die bakt er niet veel van, hè? Maar, wat vind je ervan? Toch goed gedaan? Ja. Was het moeilijk? Ja. Mag ik ook een keer? Ja. En nu draaien we de rol om. Oké. Okay. Maar je lijkt niet echt op. Nou ja, het is wel lastig. Ja. Het lijkt makkelijk, maar het is lastig. Ik ben Delay, dit is Babette en dat is Anouk. Wij gaan. Oh nee, nou begint dat de eerste keer al. We gaan vandaag de 3 kleuren challenge doen. Ik ben Delay, dit is Babette en dat is Anouk. Nou, we gaan straks allemaal op deze 2 plaatjes opschrijven wat we kunnen tekenen. En dat doen we dan in deze bakje. En dan moeten we met ons oog dicht moeten we 3 kleuren gaan grabbelen. En dan trekken we zo'n kaartje en daar staat op wat we moeten gaan tekenen. Eerst de kleuren pakken en daarna gaat het bed en daarna ga ik. Nou, ze lijken op elkaar. Nou, je hebt van het gehad. Nou, ja, natuurlijk. Deze vind ik ook leuk. Mag jij nu een liefje? Ja. Oh, nou, ik heb tenminste 1 goed. Ja, ik ook. Maar ik heb paars. Oh, maar ik wil heel graag een kleur doen. Ja, misschien kan ik daar. Je ziet er nou wel. Ik heb niet. Nee, ik ga even wat doen. Dit lijkt meer op een mislukte. Ik ga ook overal heen kijken of ik hem kan zien, maar ik kan het niet nergens zien. Maar je moet alle kleuren gebruiken, ja, hè? Moet je dit alle kleuren gebruiken. Je mag niet eentje gebruiken, je moet ook deze gebruiken. Mijn tekening is klaar. Hij is eerder eng dan dat hij mooi is. Dat vind ik. Maar ja, ik heb ook even gewoon snel gekleurd. En ik heb ook echt een flauw idee hoe ik het moet gaan maken. Nou, die is wel makkelijk, een beetje nauwt. Ja. Ik heb eerst een kleur. Daarom heb ik heel veel zwart en wit. Nee, kruis. Zwart is. En het rood. Dus ik heb een paar zwart. Echt geel. Nou, ja. Laat bijna maar. De spin. Ja. Even mijn. Een konijn ook. Nee. Een hond. Ja. Oké, nog een kaartje pakken.
Wat is dit? Dit. Kom mijn hoofd. Ja. En dit? Dat is Stitch. Ja, maar die lijkt er wel goed op, hè? Het is lelijk. Ik vind hem mooi. Dat is je giraf. Ja, giraf. Dat is makkelijk. Ja. Dit was de challenge, zeg maar. Ja, challenge. Ik vond het heel erg leuk. Ja, ik vond het wel leuk. Vind je het ook leuk? Ja, dat is wel leuk. Ja. Leuker dan ik had verwacht. Ja. De eerste die vind, altijd bij mij vind ik het niet zo mooi. De tweede vind ik wel heel mooi. Ik moet meer de tweede leuk. Nou, we gaan nu even opruimen. En dan gaan we pauze hebben. Lekker pauze. Ja. Lekker pauze. Nu gaan we een challenge doen dat er een box is met twee ingangen. Wij moeten allebei onze hand aan één kant doen en dan moeten we raden wat erin zit. Nu ogen dicht, tot alles zien we wat het is. Het voelt een beetje slijmerig. Het voelt als iets van een soort slijmboom. Mm-hmm. Een boom met slijm erin, denk ik. En kan je iets voelen? Die is ook heel plakkerig. Vorm? Denk een beetje. Een soort poep. Een rond of zo. Poepie! Een haarborstel. Een haarborstel. Yep. Ja, ik voel het al aan die stekeltjes, aan die puntjes. Was het te makkelijk? Ja. Ja. Tje. Oh. Ik voel niks. Een bolletje. Maar één dingetje. Je moet even denken. Ja. Denk een wattenbolletje of zo. Een watje wat je net zei over dat. Ja. Geen weer ogen dicht. Oh? Steentjes? Nee. Het is wel hard. Snoepjes? Het lijkt op kleine balletjes of zo. Het zijn er wel een paar. Het zijn meerdere kleine balletjes en ze zijn ook hard. Ja, het is allemaal hetzelfde. Je kan het eten. Pindas? Nee. Muisjes? Nee. Zulke dingen van beschuitende muisjes? Nee. Het is een beetje ingeduid. Denk je dat je het zo kan eten of? Nee. Het is een beetje hard, hè? Ja. Je moet er dus nog wat voor doen voordat je het kan eten. In een pan? Ja, kan. Je mag in de tong. Kan ook. In de vaat of zo? Nee, dat hebben we niet. Ja, kan misschien, maar het is niet lekker. Verwarming? Ja, het heeft warmte nodig waardoor er iets mee gebeurt. Popcornpitjes. Ja! Kijk maar. Ik heb het al. Ballon. Ballontjes. Waterballonnen! Dat is. Dat is wel goed. Het lijkt op zo'n speelgoed beest of zo. Een. Hij zit in zijn mond. Zo'n groen beest, ik weet niet hoe dat heet. Er zitten ook korreltjes of zo in. Mm-hmm. Wat voor soort dier is het? Ik denk een dino. Nee, die ene, dat is groene beest, ik weet niet hoe dat heet. Is het een zeedier of een. Een natuurding. Ik denk.
Ja, natuurding. Stom. Een reptiel? Ja. Denk een slang of zo. Nee, een reptiel. Ja? Denk een slang. Een slang, maar hij heeft pootjes. Een hagedis. Ja. Ja, volgens mij is het een hagedis. Ja, we zijn nu klaar en het was een leuke challenge. Sommige waren moeilijker dan de hagedisje was moeilijk en die pin... Die en deze waren ook wel moeilijk. Ja. Maar is... Die pitjes. Deze waren nog makkelijker. Deze was het makkelijkst. Oh. Nou, of deze. Ja. Deze was ook wel een beetje makkelijk. Dat was hem. Doei. Op naar de volgende challenge. Top. Maar welke challenge dan? Doei! We zijn aangekomen bij de volgende challenge. We gaan nu vragen grabben en die moeten we aan de ander stellen en dan raden wat het antwoord is. Wanneer en hoe hebben we elkaar ontmoet? Nou, toen jij geboren was. Yep, ik weet het allemaal. Hij weet er niks meer van, denk ik. Wat is jouw favoriete film? Ninjago. Yep. Wat is mijn schoenmaat? 40? 39. Heb ik dus niet koud? Dus ik koud dan in? Denk het niet. Nee. Heb ik vrienden? Heb ik dan een? Ik denk de zomer of de winter. Winter. Hallo. Kunnen we lekker bij de sneeuw spelen? Waar ben ik echt goed in? YouTube video's. Wat is mijn favoriete snack? Snack. Dus jou, wat is jouw favoriete snack? Mijn. Ik denk een kaassoufflé. En jij ook wel? Een kippenstick. Kipkoren. Als ik een dier zou zijn, welk dier zou ik dan zijn? Een hond? Nee. Een vogel? Nee. Een pinguïn? Nee. Een ijsbeer? Nee. Wat alles? Een jachtluipaard. Die kan heel snel rennen. Wat is mijn favoriete ontbijt? Krijgen met pasta, Nutella. Ja. Wat is mijn favoriete sport? Wanneer? Ja. Moet ik het over jou? Kijk, ik weet het. Voetbal. Ja, is voetbal. Die van jou is ook voetbal, denk ik. Ja. De allerlaatste vraag is dit. Wat is het laatste boek dat ik heb gelezen? Waar je mee bezig bent? Snelle Jelle? Nee. Je weet het toch wel? Frankie. Ja. Over Frankie de Jong. Dat was hem dan weer. Ja, ik vond het heel erg leuk. Hoop ik. Ja, het was wel leuk. Ja, wij gaan nu hier zo een challenge doen. Alleen, Britt heeft net hier zo ook een challenge gedaan. Maar heeft Tom gemaakt en laat het dus achter en moet mij opruimen. Dat is heel erg vervelend. Ja. Maar ja, we gaan het gewoon opruimen. Ja. En we hebben net ook pauze gehouden. Dan gaan we de spullen klaarzetten voor de volgende challenge. Ja. En dat wordt heel erg lollig. Dan gaan we mijn zusje opmaken. Ze gaan zeg maar nu mijn geblinddoek make-up hebben. Dat hebben we net de vorige challenge gedaan. Dan gaan we nu make-up. Ik ben echt dood eng geblinddoekt. Ik ben wel een beetje eng. Ik weet natuurlijk niet wat jullie gaan doen. Nou, ik ga nu een blinddoek opdoen. En dan ga ik mijn zusje opmaken. Ja, met een blinddoek. Ik ben heel benieuwd hoe dat gaat worden. Ik ga wel oogschaduw gebruiken. En denk ook wel. Ja, denk eerder gezegd eerder meer oogschaduw. En alleen op je ogen, dat is de bedoeling. Ja. Ja, niet hier. Dat ben ik. Ja, niet daar. Maar we zijn wel geblinddoekt, hè? Ja. Oh ja. Ja. En Babette, wat is jouw strategie? Ik ga gewoon. Zoveel mogelijk make-up op haar hele gezicht. Ja, ik ga het los. Ik denk deze al was het dus. Ja. Ik weet niet nog. Ik weet nog niet wat, dus ik ga gewoon. Oké. Okay. Zullen we beginnen? Ja. Ja, we gaan beginnen. Oh, ik ben helemaal
Hoeveel vingers steek ik op? Zes. Nee. Oh, klikken, wat is dit? Dit is voor, volgens mij voor de, mijn vrouw of zoiets. Wat dan? Ja, toch? Of nee? Moet je niet aan mij vragen? Ik weet het niet, maar ik ga het gewoon doen. Waar is jouw gezicht? Hier? Oké. Oké, hier is jouw hoofd. Daar. Auw! Waar is jouw hoofd? Hier? Ik weet niet waar je hoofd is. Auw. Oh, hier is jouw hoofd. Nee, oké, waar is je oog? Hier is je oog. Oké, hier is je oog. Daar ga ik dit doen. Hoppakee. Nou, waar is je hoofd nu? Waar is je oog? Waar ben je? Als hier. Huh? Ik voel alleen jouw oor. Oké, nou ik ook. Waar is je oog? Daar. Ik ga heel veel doen. Jullie zijn de volgende, hè? Nee. Ja. Dit is de tijd. Hallo. Nee, hoor. Volgende keer. Mogen we kijken, hè? Hoe denk je dat het eruit ziet? Leeg. Nee, dat er niet uit ziet. Oké. Waar is mogen jullie hem doen? De video. Zoals je ziet is het niet heel goed gelukt. Nee. Maar, ja. Klikken. Nou, dit was het dan. Dat was heel leuk om te doen. En druk natuurlijk op het blauwe duimpje, want dat vinden we heel erg leuk. Toch? Ja. Vergeet niet te abonneren. Vergeet niet te abonneren. En laat ook nog zeker weten een reactie erachter. Bedankt voor het kijken. Doei!